Ja, ik ben niet zo goed in lezen, jongens. In ieder geval niet. Ja, maar dat komt omdat ik... Ik was bij de B, ze zegt... Hoi, ik ben Marina, ik ben 12 jaar en ik ben blind. Dit is mijn Least Pony Fursi, hij is 24 jaar en elke donderdagochtend kunnen jullie video verwachten. Veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren, hè! En het is niet zomaar een Fursi vlog, nee, het is de 50ste Fursi vlog! Yay! Dus ik wacht nog even een beetje, want ja, anders is het geen Q&A meer, dan is het 1 minuut. Dus ja, ik ga Dave eraf halen, want hij is geschoren. Lek het maar gewoon naar de zijkant, Marie. Oh, wat ben je mooi. Oh jee. Oh ja, je hebt een hoekje in je zadeldeken. Ja, dat is weer wat anders. Ja, je bent wel heel mooi. Ja. Geen hapjes. Hier en daar wat zand, maar dat heeft niks met scheren te maken, hè? Oh, furs. Je bent een nee. Wat een knapper ben je. En de Q&A kunnen ze nog vragen voor inzenden, ja, voor volgende week. Ja, vragen bij de vorige video, vorige... Nee. Ja, hij mag ook onder deze, ik gooi ze bij elkaar. Natuurlijk. Dus terug. Hallo. Ik zit erop en hij is lekker druk. Net gingen we hierheen gaan zitten. Bedankt. Maar net gingen we hierheen gaan zitten dat hij draagt. Mama. Ja? Opzij. Oh. Ik denk je bent nog wat aan het vertellen, maar ik hoorde het niet meer. Oh. Nou, ik ga even wat vertellen, alleen ik weet niet wat. Oh. Ik ga hem zo even aansingelen. Ja, kijk. Ja. Nee, kom maar. En zet hem maar stil. We gaan het zo nog een keer doen. Nee. Ja, want nu, jawel, nu kan je goed concentreren op het geluid van... Ik heb geen zin. Ze heeft geen zin, jongen. Oh, jij ook niet. Nou, oké, okay, gaan jullie dan maar door. Mazzelpikkies, geen zin. Serieus, maar nu heb ik echt zonder hulp gedaan en het ging nog best wel goed. Ja, sorry, even een keer. Maar het ging nog best wel goed. En je deed 1 volte, die was echt perfect. Dat ik echt baalde dat ik niet en kan lezen en kan filmen tegelijk. Ik kan niet zo goed lezen. Ja, ik ben niet zo goed in lezen, ze jongens. In ieder geval niet. Ik was half grote volte. Ja, maar dat komt omdat ik... Ik was bij de B, ze zegt... Ben je rechterhand, ja. Ja, maar ik zit gewoon af mijn telefoon te kijken. Ik moet gewoon een papiertje in mijn handen hebben, dat ik mijn vinger erbij kan houden. Weet je, zo van, hier ben ik. Ik ga nu even... Maar ik ben wel te verstaan, toch? Ja. Kan het gaan oefenen? Kan ik je proefjes gaan lezen? Oh, nou jongens. Wat vinden jullie, jongens? Moet ik een hier, let op, hè. Ik ga nu even wat verzinnen. Ik kon al niks verzinnen. HCM. Ja, ik ben... A-K-E-H. Nee, ik ga gewoon zo doen. B E halve grote volte. De B was je iets te vroeg. Kijk, ze luistert gewoon niet naar mij, jongens. Maar ik ben wel duidelijk. Ik zal niet gaan schreeuwen, want dan wordt het op de camera echt... Oh, dat heb ik al gedaan. Chalas. Chalas. Jouw tempo. Lekker, hè? Zo'n bak voor je eigen alleen. Ja. Hiha. Wat doen jullie? Is die moe? Dat zal toch niet? Ik moet wat leuks vertellen, maar ik ben even naar inspiratie lopen. Ik ben even aan het nadenken. Hoe heb je Fursi leren kennen? Ik heb Fursi leren kennen door de manege. Welke manege? Manege Raalse. Stond hij daar? Ja. Ja. En na wie ging jij op Fursi rijden? Dombo. En wat was Dombo? Een kleine shetland. Jij ging van de kleinste pony op de manege naar de grootste pony op de manege.
Dat was echt heel grappig. Ja. Dat was echt inimini. Oh, ik zal kijken of ik even een foto zo meteen kan vinden. En dan gooi ik die er nu in. En na Percy ging het Lady. Ja, Lady was een heel mooi Barbie paardje van een ponytje. Ja. Ze hebben toch een soort van Q&A. Heb je nog een vraag? Nee, die laten we nu aan de kijkers over. Ik heb ze een beetje op gang geholpen. Ja. Toch? Ja. Ga je nu uitstappen? Nee. Oh. Ik ga een rondje draaien. Nee, ik ga een ander. Ja, ik ga een rondje draaien. Kijk, ik heb een film. Dan moet je wel eventjes, op het midden. Oh ja. Ik ga mijn best doen om te blijven zitten, oké? Okay? Ja, en ik ga eventjes je... Dan moet ik echt denken aan toen met Jasmine en Jodie. Maar dan moet je niet weer gaan boeken. Dus nee, niet daar aan zitten. Gewoon je zadel aanraken alleen. Dat was wel makkelijk. Heb je nog wat moeilijkers? Ja, heb je nog wat moeilijkers? Nee, ik wil graag op zijn zadel staan. Nee, grapje. Nee, dat ga ik echt niet doen. Nee. Dat mag ik een keer doen of doen. En ik ging ook wel eens met Milena en Dombo naar buiten. Ja. Dat is echt leuk, hè? Als Ukkie van 6. Dombo is niet meer, hè? Nee, Dombo. Nee. Oh, camera valt scheef. Dombo was wel heel. Ah, stappen. Nee, ik een kuntje doen. Ja, maar hij moet wel in beweging blijven. Dan ga ik stappen terwijl een rondje draaien. Ja. Maar dat durf ik eigenlijk niet. Weet je naast kan? Ja, maar ik kan ook niet meer filmen. Ik ben in de buurt. Oké. Even een beetje naar het links sturen, want hij gaat weer netjes naar de hoefslag. Oh. Maar ik wil niet dat je tussen muur en pony komt. Ja. Nou, goede voorspelling, een warm dak. Ja, ga maar nu. Voorzichtig. Stuur het tussendoor, goed zo. Hoe moet je dat doen als je achterstevoren zit? Ik durf niet. Kom op. Hij loopt te shocken, man. Help. Kom op. Ik wil het doen. Nou, doe het dan. Nee, maak eerst een knoop in die teugel, dat hij niet voorover kan. Daarom kom ik ertussen. Oké, ik ga het doen, oké? Ja, ga het maar gewoon doen. Maar hij moet wel rustig... Ja, ga maar. Niet gelijk lossen, alleen nog gewoon rustig zoeken. Fursie, kom maar. Kom maar, Furs. Kom maar naar mij. Doe maar, Marie. Hij gaat gewoon mooi stilstaan. En dus zie je dat ik net achter tevoren zit, dan gaat hij wandelen. Loop hem maar, Furs. Nee, ik doe hem wel alleen. Hij denkt, scheidluis, dan blijf ik wel stilstaan. Dat is te makkelijk. Ja. Hij gaat weer uit zichzelf lopen. Ja. Dan ga ik het echt lopen, ja? Ja. Furs, rustig blijven lopen. Doe maar gewoon, Marina. Hij loopt in de hoefslag. Dat maakt niet uit, want hij loopt echt heel mooi rustig. En dat is wat hij wil. Nee. Waarom niet? Dat weet ik niet. Je glijdt als hij hobbelt. Ja. Tips en trucs, jongens? Ik moet zonder zadel rijden. Ah, gaan ze zadel even afdoen. Dat wil ik doen. Maar dan ga je niet draaien. Nee, want niet dat hij dadelijk weer van die gekke ideeën heeft. Dan gaat hij bokken en vallen. Ja. We noemen Daphne altijd kikker en Maya altijd ratje. En met Bio hadden we het over kikkers en muizen. Nou ja, het is een soort van ratje, maar dan anders. Alleen dan vrouwen. Nee, ratten heb je ook in mannen en vrouwen. Oh ja, die zegt ratten. Ja. Gewoon muis. Weet ik veel. Heb je wel verschil tussen een mannetjesmuis en een vrouwtjesmuis? Moeten we googlen. Misschien weten de kijkers het wel. Wat een hoop vragen vandaag. Ja. En dan wil ik het ook gelijk weten voor een rat. Is er een verschil tussen de naam van een mannetjesrat en een vrouwtjesrat? Net zoiets als een reu en een teef voor een hond. En een bier en een kavia. En een koe. Oh. Oh. Lekker even zonder zadel. Ja. Of niet? Ik moet ontspannen.
Wat zei je nou? Ik durf? Ik durf het ook gewoon niet aan te maken. Oh. Even op de andere hand dan. Kom maar hier naartoe. Nee, hij moet eerst verschrikken. Nee, kom op. Hij moet ook nog op die andere hand een keertje. Een beetje naar rechts. Oké, ik doe het wel. Mama, wil jij erop? Nee, ik wil er niet op. Laat ik dat beest niet aan doen. Nee, dat doe ik hem niet aan. Ja, dat vind ik zielig voor hem. Dat is niet jij. Ja. Oh, verkeerde galop. Maar maakt niet uit. Galoppeer maar lekker door. Oh, dat zit niet lekker zeker. Ja. Voel je het verschil? Nu gooit hij hoger op. Dus dit zit minder lekker zonder zadel. Oh, hup, piep. Uitstappen? Ja. Lekker uitstappen. Ja. Yeah. Ja. Binnen uitstappen, want ik kan niet met een zadel gaan sjouwen. Ja. Nou, volgende week woensdag is er waarschijnlijk geen Q&A, want dan ga ik springen. Maar misschien ook wel als we genoeg tijd hebben, want ik haast niet denk, maar het is wel vakantie, maar ik moet ook naar Daphne. Nou, ik weet het dus nog niet. Maar volgende week spring. Nou ja, ja, springvideo. En de week daarna waarschijnlijk de Q&A. Dus ja, dan weten jullie dat. Joe! Nou, ook al geabonneerd? Doe dan een duimpje omhoog. En bedankt voor het kijken. Doei!